Dag, beste kijker. Prima buitenspeelweer vandaag. Er zijn wat wolkenvelden gepasseerd, maar ondertussen is het in Vlaanderen op de meeste plaatsen al overwegend zonnig geworden. En de temperaturen gaan zelfs nog een tikkeltje hoger klimmen dan gisteren. Wel staat er nog altijd die schrale wind. En dat vergroot een beetje het koude gevoel, dus vooral uit de wind en in de zon gaan zitten. We zien wel nog wat meer wolken hangen, vooral hier over het zuiden van het land. Misschien valt daar lokaal een druppel uit, maar veel gaat dat niet voorstellen. En dus vooral langs de grens met Frankrijk is er tijdelijk nog meer bewolking. Maar de komende uren geleidelijk aan wordt het overal opnieuw mooi. Wel blijven we in die noordoostelijke luchtstroming zitten. En voor morgen brengt ons dat regen. Daarna ook nog een aantal buien, kunnen een paar intense tussen zitten. En dan vrijdag gaat de luchtdruk opnieuw wat stijgen, dus blijft het droger. Een paar buien. En aan de voorzijde van een aantal buien en regenvlagen zitten we in zachte lucht. En vooral het noordoosten gaat toch wel nog hogere temperaturen krijgen. In het westen al wat koeler. Ja, in de loop van zaterdag hebben we opnieuw neerslag. En zijn we alweer vertrokken voor een zeer wisselvallige periode. Dan valt het vandaag eigenlijk goed mee. Met dus behoorlijk wat zon en straks temperaturen rond 14 of 15 graden. Wel nog die matige noordoostenwind en dat vergroot nog altijd het koude gevoel. Vanavond en vannacht zien we de wolken grotendeels verdwijnen, dus vrijwel helder weer. Tegen het morgenochtend komen er dan alweer meer wolken over het noordoosten. Misschien valt daar een druppel uit. En in de Ardennen gaan die temperaturen richting vriespunt. Dus misschien dat die neerslag daar een beetje een winters karakter heeft. En voor de rest van het land hebben dan temperaturen ergens tussen 3 en 6 graden. Morgen redelijk koele start en we krijgen regen over ons heen. Regen die over het land trekt, maar daarna volgen er ook nog een aantal buien. En daar kunnen na de middag een paar felle exemplaren tussen zitten. Mogelijk met wat korrelhagel en misschien met een donderslag. Het wordt een pak frisser, zeer fris. Met niet alleen die wind, maar ook temperaturen die niet verder geraken dan 9 graden. Misschien in het uiterste westen nog een 10 graden. En dan voor vrijdag verwachten we dat het droger blijft. Nog een paar buitjes, af en toe ook wat zon en temperaturen tot 16 graden. Ja, en dan voor zaterdag halen we 19 graden in het noordoosten van het land. Maar het centrum gaat waarschijnlijk al sneller in die frissere lucht terechtkomen. Dus voor het centrum van het land en zeker voor het westen, het zuidwesten, geraken we waarschijnlijk niet hoger dan die 13 graden. En dus in de loop van de dag niet alleen meer wolken, maar krijgen we ook regen en buien. Voor zaterdag alweer het zondag, liever alweer het wisselvallige, met dus ook opklaringen, maar ook nog wel een aantal buien. En we houden het bij 14 graden, een redelijk strakke wind ook. En dan begin volgende week ja, gaan die temperaturen alweer de dieprik in. 12 graden voor maandag, dinsdag hooguit 10 graden. De wind draait naar noordelijke hoek en dus ook het wisselvallige blijft erin zitten. Maar tegen dinsdag zou het dan overwegend droog blijven. Nu al bij al, voor vandaag valt het zeker goed mee. Geniet nog van de zon en graag tot later vanavond. Dag.